Hier nog een vraag. Ja, volgens mij in maart gebeurde er wat moois in Amsterdam. Hè. Digitaal onafhankelijk Amsterdam initiatiefvoorstel aangenomen. Ik vraag me eigenlijk af, daar wordt open source aangehaald om autonomie te promoten, maar ook transparantie te promoten. En ik zou zeggen dat haakt aan bij de NSC-punten. Wat gaan jullie doen in Europa om dat verder te brengen en overheden en gemeenten te ondersteunen om echt vrije en open source software verder te brengen? Ja, dat is een lastige vraag. Ik zal even uitleggen waarom. Omdat dat eigenlijk impliceert dat je als overheid keuzes gaat maken voor bepaalde technologieën. En open source is natuurlijk een democratisch geheel. Het heeft ook zeker voordelen. Alleen in de praktijk zien we dat niet iedereen voor open source kiest. Omdat ze gewoon behoefte hebben aan een stabielere omgeving, wat minder afhankelijk wil zijn van een community die open source onderhoudt. En die afweging, denk ik, moet een vrijheid van keuze zijn. Dus ja, open source heeft voordelen. En zeker als het gaat over misschien wel een beter ethisch design. Daar zie ik zeker de voordelen van in. Maar om nu a priori te gaan zeggen, het mag alleen maar open source, dat gaat mij een beetje te ver. Marleen schudt toch nee. Dus even kijken. Het heel vaak is gezegd, echt de zin waar je zei, dan heb je een bepaalde technologie gekozen. En dat is al een paar keer, het is heel vaak al aan de orde geweest. En elke keer wordt dat ontkracht. Want open source kan namelijk iedereen doen. Dus het sluit geen partijen uit. Terwijl closed source dat wel doet. Dus als het gaat over een vrije markt, dan is open source hoort bij een vrije markt. En closed source niet. Daarnaast, heel veel van de open source heeft inmiddels gewoon servicepartijen. Dus je bent niet afhankelijk van communities. Dus Linux als voorbeeld, Linux Red Hat is een van een groot voorbeeld. Dus het idee dat je als je open source gebruikt, je met amateurs te maken hebt en afhankelijk bent van de community, is absoluut niet waar. Dus er is een grote serviceindustrie rondom open source, een belangrijk onderdeel van de economie ook. En misschien wel een van de drijven. Ik denk dat eigenlijk de onderscheidende kracht van de Europese markt kan zijn dat je dit in je aanbestedingen zet. Dat het verplicht open source is. Dat betekent dat je echt een waanzinnig impuls geeft aan de IT-industrie. Die daarmee ook stuk volwassener wordt. Ja, dit is nu typisch een doorgeslagen regelzucht. Alle voordeel wat u zegt, hè, dat klinkt allemaal als waar. Maar waar het mij om gaat is dat je dus iemand die iets wil aanschaffen de keuzevrijheid moet laten. En niet moet dwingen. En ik denk dat Europa al genoeg regels heeft. En daar is de NSC heel erg tegen. Ja, dan gaan we nu over overheden, degene die diensten leveren aan partijen die transparant zouden moeten zijn. En dan kan je niet veroorloven dat je closed source gebruikt. Dat is gewoon, maar goed, laten we dat. Jullie kunnen verder discussiëren aan de bar.